Hoi, welkom bij mijn eerste vlog en die begint heel laat. Ja, want ik heb echt nu pas besloten dat ik echt dingen op internet ga zetten. Want dit is echt de 27ste miljoen keer of zo dat ik dit heb gefilmd. En ik ga vloggen zodat iedereen mijn leven kan zien. Holen. Nee. Nee. Ik ga vloggen omdat ik voor mezelf sowieso gewoon wil bijhouden. Met wat ik allemaal doe dagelijks. En weet je, als mensen geïnteresseerd zijn in mijn leven, je weet toch, be my guest, so not, fuck off. Dus ja. ik kijk echt alleen maar naar Monica Geuze. Okay. ik vind het toch nog best wel raar. Maar ja, wat je op mijn kanaal kan vinden in ieder geval, zijn. zijn voornamelijk. Muziek en kunst en kleding en eigenlijk gewoon alles wat een beetje vrouwelijk is en een beetje een reality show iets gebeuren. Ik werk in een jongerencentrum als dagbesteding omdat ik momenteel niet mijn opleiding volg. Ik ben trouwens 17 jaar en mijn dagbesteding gebeurt er zoveel. Niet normaal, dus dat daar ga ik jullie ook echt in meenemen. Ja, voor de rest, ik ben zelf, zing ik, dus heel veel covers ga je van me zien en dat soort dingen ga ik meer posten. Allemaal jam sessies, zo, dat, wat ik leuk vind, dat is te zien, weet je. Dus ik hoop dat ik jullie daarmee tevreden kan houden en als jullie ook suggesties hebben om dingen te laten zien of wat dan ook. Dat je dat gewoon moet doen, joh. Ik ga het in het Nederlands doen, want ik vind het te veel moeite om de hele dag door Engels te praten, wat ik toch bijna niet kan. Dus ik ga gewoon Nederlands praten. En ja. Voor de rest heb ik niet echt wat te melden. Ik ga nu mijn kamer opruimen en slapen, want het is 2 uur 's nachts en maar ik ga slapen, dus ja. Kennen jullie van die momenten dat je best wel moe bent en gaat in bed liggen en dan ben je zeg maar zo half wakker? Ik heb dat probleem echt altijd. Dat is echt niet goed meer. Ik heb gewoon buikpijn en ik begin ziek te worden. Daar heb ik ook echt de hekel aan, weet je. De hele winter is het gewoon droog geweest en niet zo heel koud. En dan precies nu, na oud en nieuw, moet het fucking koud zijn. Het is gewoon echt, echt koud buiten gewoon. Het is echt lijp. De zomer mag van mijn part echt terugkomen. Ik had laatst wel echt een vet mooi verhaal gehoord over zo'n man met overwicht die op een gegeven moment ging bettelen en best veel is afgevallen en zo. En hij deed het uiteindelijk voor zijn kleinkinderen of zoiets. Zo'n verhaal was het. Dat is best wel mooi. Goedemiddag. Het is 9 januari. Het is 2016. Het is 2 uur 's middags. Ik heb best wel goed geslapen. Ik ben best wel vroeg in slaap gevallen. Daar ben ik echt blij om. Ik ben echt een hele lange tijd niet zo vroeg gaan slapen. En dat vond ik wel fijn dat ik gisteren best wel redelijk ben gaan slapen. En ja, ik ga vandaag misschien nog even naar het winkelcentrum om spulletjes staan. Voor de rest wil ik gewoon thuis blijven. Het is echt super koud buiten. En weet je, ik heb de hele week gewerkt en ik ben moe. Dus ik wil gewoon een beetje thuis chillen en een paar dingen alvast gewoon regelen voor een paar weken. Dus ik heb er toch maar voor gekozen om thuis te blijven vandaag. Omdat ik best wel heel erg moe ben. En gewoon niet zoveel zin heb om de deur uit te gaan. Het is gewoon echt kut weer. Dus ik ga gewoon lekker series kijken en in mijn bed liggen. En ja. Dat is wat ik nu even ga doen. Ik ga even chillen gewoon. Haar zo slecht is en zo poreus. Gewoon verstandig is om dat niet te doen, om gewoon de tondeuse erover te halen eigenlijk. Nee, nee, dat dan niet. We gaan alleen knippen, maar Kijk, ik heb een pony. Ja? Ik vind het cool. Ik ben
misschien een van de weinigen, maar ik vind hun echt, echt fucking hard. Ik vind hun echt fucking hard. En het is, ja, het heet Ik Vrouw Van Jou. En het zijn twee lesbische chicks die met elkaar gaan. En het zijn best wel grappige mensen, weet je. Ik kijk hoe andere mensen dus vlogden, omdat ik ook voor het eerst vlog. Dus ik ging checken hoe andere mensen dat deden en toen kwam ik hun tegen. En hun zijn nu echt een van mijn favoriete vloggers om te checken. Los van Monica Geuze. Omdat ze eigenlijk de enigste twee die ik heb gecheckt. Nick Rose ook wel een klein beetje. Maar ik heb helemaal niks met brugklas. Dus is niet zo interesting eigenlijk. Ik vind hem gewoon een grappige jongen. Dus dat is wel grappig om naar te kijken. Dus ja, ik vond dat ik dat even moest delen. Omdat ik nu toch allemaal dingen ga checken. Ik ben nu dus allemaal vlogs van andere mensen aan het kijken. En ik ben gewoon zo nieuwsgierig hoe dat wereldje is. Want dit is echt gewoon nieuw. Ik heb een camera en dat is het, zeg maar. Ik weet niet eens hoe je moet monteren. Dat is ook iets wat ik moet gaan ondervinden in de aankomende tijd. Dus ik ga, dat is wat ik ga doen. Ik moet nog een programma downloaden om te monteren. Hey, dat is weer iets. Ja, ik ga dat even doen. Tot zo. Ik vind het trouwens zo irritant. Ik heb een laptop met Windows 10. En op die Windows 10 zit helemaal geen Windows Movie Maker. En ik weet dat iMovie veel beter is. Maar ja, ik kan geen iMac betalen. Dus dat wordt hem niet. Maar nu moet ik dus die hele shizzle gewoon weer opnieuw downloaden. En dat haat ik. Echt. Dat haat ik zo erg. Weet je, waarom zit het er gewoon niet bij? Ik bedoel, het is Windows Movie Maker. Like, for real. Waarom moet dat zo zijn? Ik kan daar zo geïrriteerd door raken. Nu moet ik een half uur gaan wachten voordat die shit erop staat. En daar heb ik zo geen trek in. Maar ik ga gewoon verder met YouTube filmpjes kijken. En ik zie wel hoe lang het duurt voordat het op mijn laptop staat. En yay, het is gedownload. En ik ben nu al bezig met dingen te monteren en zo. Dus ik ga voor vandaag afsluiten. Want ik ga toch alleen maar hetzelfde doen. En er is niet echt zo heel veel interessants vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen.